huis en ze gaat van Enkhuizen naar ergens bij Dubbo in New South Wales. En is dat een soort Australisch Enkhuizen of is dat echt een grote plaats? Nee, het is een vrij kleine plaats, maar voor Australische begrippen, want zo moet je het bekijken. Zeker voor de binnenlanden waar we een beetje komen te wonen, is het vrij groot. Is het niet een soort Cooper's Crossing? Nee. Misschien zou het een beetje met Broken Hill, als we in het kader van de Flying Doctors praten. Wat was Broken Hill dan? Dat was een dorp. Broken Hill. Daar haalde Vic het bier voor. Dat was de grote plaats in de regio. Broken Hill. En maar kun je je daarvoor maken? Ben je niet bang dat je dingen ontzettend gaat missen? Ja, het zal bijvoorbeeld moeilijk. Ik zit hier in Utrecht, we moeten oppassen. Maar het zal moeilijker zijn om naar Ajax te gaan, bijvoorbeeld op zondag. Nou, ik geloof dat ik de enige Utrecht-fan ben hier. Nee, Hallo jongens, Forza Utrecht. Maar Ajax zou je missen? Dat soort dingen ga je missen. Nou, dan heb je echt geen probleem. Maar Ajax gaat missen, zeg. Familie, vrienden. Ja, uiteraard. Nee, maar Ajax. Wel. Nee, maar goed. Maar je hebt je vrouw natuurlijk bij. Ik heb mijn vrouw bij me. En hoe lang geef je jezelf om daar gelukkig te worden? We gaan in principe voor een periode van 5 jaar. Dus we tekenen ook echt voor 5 jaar. Uh-huh. Het is wel zo dat we allebei de optie een beetje open houden van bevalt het ons niet. Ja, dan komen we weer terug. Bevalt het ons heel goed. Wie weet wat er dan weer gebeurt. Maar in principe voor een periode van 5 jaar. Dat hebben we ook afgesproken met bijvoorbeeld het tijdschrift of bijvoorbeeld de krant. Een bekend weekblad waar ik voor ga schrijven. Ook gezegd, we doen het in principe voor 5 jaar. 5 jaar in Australië. Heel veel geluk. Dank je wel. En leef je even in, want het is terug, dames en heren. Er is een poll gehouden onder VARA-leden. En iedereen, echt veruit de meeste mensen, wilden nog eens een keer kijken naar The Flying Doctors. Dus zing de tune mee. Pak je schoudervullingen en geniet van de echt foute kapsels, hoor. En kijk hoe het gaat tussen Kate en Joff in The Flying Doctors. En dat heb je nog nooit.